Ja, hier is natuurlijk Fishing Gear. Ja, en daar ben ik weer natuurlijk met een hele speciale vlog hier natuurlijk op mijn kanaal. Zoals jullie hebben gezien in de titel natuurlijk. Ik hoop dat jullie me goed horen, want ik heb mijn microfoon, zeg maar, mijn headset hier neergelegd op mijn bureau. Kan ik zo praten. Ik moet nog even sparen voor een Samsung Meteortje. Maar ja, ik heb een paar tientjes in de week. Dus ja, dat duurt eventjes voordat ik dat opgespaard heb natuurlijk. Nou, zoals jullie weten, ja, ik ben bijna alweer 2 jaar bezig op YouTube. En ik wil graag iedereen bedanken voor de steun. Ja, ruim 17.000 abonnees. Bijna 17.200 abonnees ook. En veel wat, kabeltje. Ik moet niet op letten. Maar in ieder geval bijna 17.200 abonnees. Dus het gaat ook heel erg hard natuurlijk. En onrustige periode achter de rug natuurlijk afgelopen jaar, zeg maar. Nou, daar ben ik in ieder geval nu allemaal van af. En ik ben een stuk positiever, sta ik in het leven eigenlijk. Dus komt ook door middel van jullie, al jullie reacties en zo erop. Dus nogmaals gewoon heel erg bedankt daarvoor. Afgelopen paar dagen heb ik even flink zitten nadenken. Natuurlijk heb ik heel veel tijd, want ik kijk ook gewoon heel veel voetbal. En dan ga je een beetje nadenken van, hey, wat ga je allemaal doen met je kanaal? Hoe wil je alles gaan doen en zo? En je views liggen iets lager natuurlijk. Door het WK natuurlijk ook onder andere. Maar ook dat jullie natuurlijk gewoon examens hebben. En vakantie komt eraan. En hoe wil je dat allemaal gaan doen? En je wil dingen uploaden. Want je wil heel veel uploaden. Hè? Dat hebben jullie af en toe al gezien. Ik moet mijn eigen af en toe een beetje inhouden. Want ik wil 2 à 3 fits per dag uploaden. Maar dan loopt er wat door. Weet je. Dan heb je dat en dan heb je dat. En dan heb je zomaar 5, 6 fits op een dag. En dat vind ik een beetje onoverzichtelijk en zo. En daarnaast worden gewoon dan dingen minder bekeken. Want ja... Ik denk van ook van, wow, Chris heeft 60 upload. Nou, dan ik wil dat wel zien, denk ik. En dat en nou, klaar. Zo gaat het dan gewoon. En zo is het. En dat is natuurlijk gewoon logisch. Dus wat ik een beetje over nagedacht heb zo de afgelopen dagen. En ook even met Paul besproken. En even met Divi Move besproken. Divi Move is natuurlijk mijn partner. Is hoe ik een beetje dat kan gaan oplossen en zo. Want ik heb wel veel tijd om video's te maken. En ik ben ook steeds mee bezig met allerlei dingetjes in video's te verwerken. Een beetje muziek, een beetje klein beetje edits, een beetje... geintjes erin te doen en zo. Waar ik echt niet goed in ben hoor. Moet me echt mezelf ook aanleren. Maar het gaat wel steeds beter en zo. Ik heb er dus even over nagedacht. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een tweede kanaal erbij ga beginnen. En dan denk je, wow. Tweede kanaal. Nog meer uploaden. Oh my god. Nou, dat ga ik nooit meer kunnen kijken. Nou, dat tweede kanaal is niet voor gewoon de video's die ik nu ook doe. Maar alleen voor de Let's Plays. Ik ga gewoon echt een hele Let's Play kanaal erbij beginnen. En ik heb ook een hele, denk ik, een leuke naam verzonnen ervoor. Fishplays heet het. En daar komen er gewoon allemaal Let's Plays op. Die nu op dit kanaal staan, zeg maar. Dus die gaan allemaal verhuizen naar dat kanaal. Nou, dan denk je ook van, ja, daar staat de 1/2 van je serie staat hierop. En hoe ga je dat doen? Nou, dan kun je gewoon door middel van een playlist te maken. Dus ik maak gewoon even playlisten op beide kanalen. En die vul ik gewoon aan tot een serie afgelopen is. En dan een nieuwe serie. Die is dan gewoon volledig op dat nieuwe kanaal. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Daar wil ik gaan 2 keer per dag gaan uploaden. Nou, dat is in ieder geval om 1/2 middags en om 6:30. Dus dat zijn gewoon standaard uploadtijden. Ik probeer me daar aan te houden. Maar het is gewoon in ieder geval een beetje begin. Zal het misschien iets anders lopen. Maar in ieder geval dat is mijn streven, zeg maar. Om dat te gaan doen. 2 keer per dag. Want het voordeel is daarvan ook, gewoon, ik kan dan ook gewoon vaker Let's Plays achter elkaar uploaden, hè? Bijvoorbeeld van een serie. En niet dat je dan ineens bijvoorbeeld een aflevering kijkt van een serie, van een Let's Play, en dan ineens pas 1/2 week later het volgende deel ziet. En dat is namelijk ook niet leuk om te kijken. En dan krijg ik, dan gaan jullie ook gewoon minder video's bekijken. Dat is gewoon logisch natuurlijk. Dus dat is in ieder geval eigenlijk de bedoeling van het tweede kanaal. Want dan heb ik het gewoon over series zoals die hier op dit kanaal op dit moment lopen. Dat is dus natuurlijk Watch Dogs. Die gaat naar dat andere kanaal. I'm here to help you. We both want the same things. Answers. Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Yeah, I figured. So, I come bearing glad tidings. The Merlot. Oh. The Merlot. Mm-hmm. Merlot was your fuck up. Bullshit. Maar ook series zoals Infamous. Het is niet goed om dingen op te kroppen. Kom op, kernschakelaar, doe je ding. Zo. Lekker hoor. Wie niet waagt.
Wie niet wint. Call of Duty Ghost singleplayer, natuurlijk. Oké. Even ruimte. 50 seconden. Come on. Come from right. En natuurlijk gewoon andere series die ik later gewoon af ga maken. Zoals bijvoorbeeld ook Assassin's Creed zou ik eventueel kunnen afmaken. Dat moet jullie maar even achterlaten dan in de comments of jullie het willen. Maar ook bijvoorbeeld series, als ik een co-op serie met Paul doe, hè, natuurlijk de King 77L, kan ik het gewoon op het andere kanaal doen. Ja, ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Ik ben Remy nu, hè? Remy. Met je Remington. Good to go. Oh, ik zie gewoon heel rustig gekozen pakken. Ik ben bijna down. Lekker. Wow! Het voordeel is gewoon dat je gewoon op mijn hoofdkanaal gewoon 2 à 3 video's per dag hebt. En ja, voornamelijk is dat natuurlijk gewoon Call of Duty, maar ook Minecraft en Battlefield en dat soort dingen. Dus die blijven gewoon allemaal op dit kanaal. En ja, er komen nog zoveel dingen aan dat ik gewoon dacht bij mezelf, ja, ik vind het allemaal dan heel erg onoverzichtelijk worden. Ik heb zoveel dingen lopen. Nou, dat vind ik gewoon niet leuk, weet je. Want ik ga ook natuurlijk binnenkort ga ik beginnen met Call of Duty Ghost toernooi. En daar krijgen jullie binnenkort ook nog veel meer informatie over. Maar ook een Black Ops 2 toernooi. Nou, de ene zal dan op de PS4 zijn, de andere op de Xbox 360. En dat wil ik ook gaan doen en zo. Dus ja, daarom dacht ik bij mezelf, nou, weet je wat, als ik dat dan op het ene kanaal gaan doen. Nou, dan kan ik gewoon op het andere kanaal gewoon al die lespleetjes uploaden. Wat gewoon heel erg leuk is om te doen. Maar gewoon voor niet iedereen. Niet iedereen wil dat gewoon zien. Dus ja, als je dat wil zien, abonneer zeker, zeker dan eventjes op mijn tweede kanaal. Dat is natuurlijk Fishplays. Ik zie ervoor. Gewoon voor de gimmick natuurlijk. Want dat is ook op dit hoofdkanaal. Is XFishNederNL eigenlijk officieel. Maar dat andere kanaal is dus XFishPlays. En ik zou zeggen, abonneer daar gewoon eventjes op. En dan hoop ik jullie daar natuurlijk ook te zien. Nou, dat is het eigenlijk wel, denk ik, zo'n beetje. Ik denk gewoon dat het voor jullie gewoon veel overzichtelijker wordt. Dat je in plaats van 6 of 5 of 6 fits in je subbox hebt, heb je gewoon 2 of 3. En ik denk gewoon dat het gewoon veel prettiger is. Dus ik hoop natuurlijk dat jullie er gewoon daar even gaan abonneren. Ik wil graag wel eventjes iemand bedanken namelijk. Want dat heb ik even, dat wil ik wel even doen. Want er is een jongen die is me helemaal aan het helpen met het inrichten van het kanaal en zo. En dan heb ik het over thumbnails maken voor de series en zo. Maar ook over banner, intro maken en dat soort dingen. Daar is hij allemaal mee bezig. Dat is Game City. Zijn link staat ook in de beschrijving. En in ieder geval dankjewel daarvoor. En jullie ook dankjewel nogmaals voor mijn alle steun. Fish Army. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.